Deze video gaat over breuken herleiden. In deze video ga ik je laten zien hoe je breuken kunt herleiden. We hebben dit al vaker gedaan de afgelopen 2 jaar. In dit hoofdstuk gaan we daar eigenlijk mee verder. Dus je zult heel veel dingen zien die je wel bekend voorkomen, maar er zitten vast ook wel nieuwe dingen tussen. Ik ga dit uitleggen met behulp van een aantal voorbeelden. En het eerste voorbeeld zie je hier staan. De opdracht bij A is, schrijf als 1 breuk n is 2t min 3 gedeeld door t. We moeten dit gaan schrijven als 1 breuk, dus we moeten ervoor zorgen dat die 2t en die 3 gedeeld door t op de een of andere manier 1 breuk worden. Hoe kun je dat doen? Nou, als je zo'n los stuk bij zo'n breuk wil krijgen, dan moet je er eerst voor zorgen dat dit ook een breuk wordt. En dat doe je door onder die 2t een 1'tje te zetten. Dus dan krijgen we het volgende. N is 2t 1e min 3t. Nou, nu heb ik 2 breuken en daar wil ik er 1 van maken. En dan moet ik er dus voor zorgen dat ik deze 2 breuken op de een of andere manier van elkaar af kan halen. Wanneer mag je breuken van elkaar afhalen? Nou, dat mag als de onderkant, dus de noemer van de breuk, hetzelfde is. Zoals je hier kunt zien, dat is niet het geval, hè, want we hebben hier een 1 en daar een t. Dus wij moeten ervoor zorgen dat die noemers wel hetzelfde worden. En hoe doe je dat? Nou, daarvan hadden we geleerd dat je die noemers met elkaar gaat vermenigvuldigen. Dus, wat doen we? De noemer 1 die gaan we vermenigvuldigen met t. En die t die gaan we vermenigvuldigen met 1. Dan zet ik er ook even bij, met een ander kleurtje om het duidelijk te maken. Dus je doet de noemers keer elkaar. En we hebben ook eerder geleerd, wat je onder doet, moet je ook boven doen. Dus ik doe hier 1 keer t, dan moet ik dat boven ook doen. Dus die 2t moet ik ook keer t doen. En aan de andere kant doe ik t keer 1. Nou, dan moet ik boven ook keer 1 doen. Maar goed, keer 1 doen, dat maakt helemaal niks uit, want het voegt niks toe. Maar nou ja, voor de volledigheid zet ik het er wel even bij. Oké, dit is wat we gaan doen. Als je dat uitvoert, dan krijg je dus n is... Nou, 2t keer t, dat wordt 2t kwadraat. En 1 keer t wordt t. Dus je krijgt n is 2t kwadraat gedeeld door t. Min, dit allebei keer 1 blijft hetzelfde. Dus min 3t. En zoals je nu ziet, die noemer die is hetzelfde geworden. Dat hebben we dus gedaan door de noemers met elkaar te vermenigvuldigen. Nou, nu mag ik deze 2 breuken wel van elkaar afhalen, hè, want ze hebben dezelfde noemer. En als je breuken van elkaar afhaalt, dan doe je boven min boven. En de onderkant die blijft gelijk. Dus wij krijgen hier dan n is gelijk aan 2t kwadraat min 3 gedeeld door t. En nu zie je dat we onze beginformule hebben geschreven als 1 breuk. Hè? Want dit is een breuk en het is er ook maar 1, dus we hebben nu aan de opgave voldaan. Dus wat ga je doen? Zo'n los getal, daar maak je een breuk van, hè, door er een 1'tje onder te zetten. Dat hebben we al vaker gedaan. En daarna ga je de noemers met elkaar vermenigvuldigen om die noemers gelijk te maken. Nou, vergeet dan ook niet om de bovenkant te vermenigvuldigen. Ja, dat doen we dan ook hier. En vervolgens is het gewoon boven min boven en de onderkant blijft hetzelfde. Dus n is 2t kwadraat min 3 gedeeld door t. Dit was de eerste opgave. We gaan nu naar een andere opgave kijken, dat is opgave 2. En bij opgave 2, vraag b, is de opdracht deel uit. En we moeten uitdelen bij p is 0,6x kwadraat min 3x plus 2 gedeeld door x. Nou, als de opgave is deel uit, dan wil dat zeggen dat je alle onderdelen van die bovenkant, dus van de teller, die moet je gaan delen door de onderkant. Dus wat krijg je dan? P is... En nu gaan we die bovenkant in stukjes hakken. Dus het eerste stukje is 0,6x². Dus P is 0,6x². Dat losse stukje gaan we delen door x. En dan het volgende stukje, dan hebben we min 3x gedeeld door x. En tenslotte het laatste stukje, plus 2, dus plus 2 gedeeld door x. Je ziet dus, alle stukjes van die teller, die haal ik allemaal uit elkaar. En ik ga ze allemaal delen door x. Dus ik zet overal gedeeld door x onder. Nou, nu hebben we al uitgedeeld. Je moet dat wel alleen nog even zo ver mogelijk herleiden. Dus je moet kijken, kan ik die losse breuken nog kleiner maken? Bij die eerste breuk, daar kan dat. We hebben hier x kwadraat en daar x. Dus ik kan hier delen door x. En dan hou ik 0,6x over. En want x kwadraat gedeeld door x, dat is gewoon x. Dus we noteren, p is 0,6x.
Gaan we door. De volgende breuk. 3x kan ik ook delen door x. Dat wordt gewoon 3. Dus min 3. En tenslotte nog die laatste. Nou, 2 gedeeld door x. Kan ik dat nog herleiden? Nee, dat kan niet, want je kan niet delen door x of door een getal. Dus we schrijven gewoon op plus 2 gedeeld door x. En ik kan dit nu niet meer verder herleiden. Ik kan deze breuk niet uitwerken, dit kan ik niet bij elkaar optellen. En nu zijn we dus klaar. En we hebben nu dus helemaal uitgedeeld. Dus wat doe je bij uitdelen? Je gaat in die teller elk onderdeel delen door de noemer. Dus je gaat de bovenkant stuk voor stuk delen door de onderkant. En dat doen we hier, hè? Eerst even los opschrijven. En daarna ga je dat uitwerken. Dus je gaat het allemaal echt delen door x. Herleid het zo ver mogelijk. En dan ben je klaar. Oké, het laatste voorbeeld. Vraag C. Schrijf als één breuk. R is 3 gedeeld door 5b keer b min 3 keer 10. We moeten dit gaan schrijven als één breuk. En net als bij opgave A moeten we er dus voor zorgen dat dit allemaal in die breuk komt te staan. Nou, net als bij opgave A, je hebt allemaal losse stukjes, die moeten daarbij komen. En je gaat van die losse stukjes eerst weer een breuk maken. Dus, wat gaan we doen? Je krijgt dan R is 3 gedeeld door 5b. En bij die losse stukjes zetten we overal gedeeld door 1 eronder. En net als in het eerste voorbeeld. Dus je krijgt keer b min 3 gedeeld door 1 keer 10 gedeeld door 1. Nou, nu heb ik 3 breuken en we gaan hier vermenigvuldigen. En vermenigvuldigen, daarvoor hoeven die noemers, dus die onderkanten, niet hetzelfde te zijn. Dat mag gewoon zo blijven, geen probleem. Het enige wat je moet doen bij vermenigvuldigen is boven keer boven en je doet onder keer onder. Dus, wat krijg je dan? R is 3 keer b min 3 keer 10 en onder 5b. En let goed op, als je die bovenkant met elkaar vermenigvuldigt, hè, zoals ik hier doe, dan moet je die p min 3 tussen haakjes zetten. En je doet dat omdat anders, als je gaat vermenigvuldigen, dan gaat het vermenigvuldigen verkeerd. En dat komt door die min die hier staat. Het is p min 3 en zodra je een min hebt, of een plus, dat mag ook, een van de twee, moeten er haakjes omheen. Dus vergeet die haakjes niet. En die onderkant was makkelijk, hè? 5p keer 1 keer 1 is gewoon 5p. En nu hebben we er één breuk van gemaakt, maar we zijn nog niet helemaal klaar. Want je moet je antwoord altijd zo ver mogelijk herleiden. Dus wat gaan we doen? We gaan hier aan die bovenkant die vermenigvuldiging uitwerken. Dan moet je wel even goed kijken, want het kan op een hele slimme manier. Je kan hier namelijk eerst even doen 3 keer 10. En daarna kun je pas aan de slag gaan met die haakjes. Want in zo'n vermenigvuldiging mag je de volgorde gewoon wisselen. En je mag gewoon zeggen, ik ga eerst 3 keer 10 doen en daarna pas keer die p min 3. Want 3 keer 4 is 12, maar 4 keer 3 is ook 12. Dus de volgorde wisselen mag altijd. Dus wat gaan we doen? Bovenkant herleiden, we doen eerst 3 keer 10, want dat is makkelijker dan eerst keer die haakjes. Nou, 3 keer 10 is 30, dus je krijgt dan R is 30. En dan weer p min 3 tussen haakjes, gedeeld door 5p. Nu gaan we door. We gaan nu aan de bovenkant die haakjes uitwerken. En dan doe je 30 keer p en 30 keer min 3. Dus dan krijgen we R is 30p min 90 gedeeld door 5p. En nu heb ik die haakjes weggewerkt en nu ga je nog even kijken, kan ik dit nog verder herleiden? Dus kunnen we hier de boven- en de onderkant bijvoorbeeld nog delen door een bepaald getal? Nou, zoals je ziet, hier staat 30 en 90. En die getallen kan ik allebei delen door 5. Want 30 gedeeld door 5, dat wordt 6. En 90 gedeeld door 5, dat is gelijk aan 18. Dus wij kunnen dit nog een stapje verder herleiden. En als je dat doet, dan krijg je dus R is 6p min 18 gedeeld door p. Nou, nu checken we nog even voor de laatste keer. Kunnen we dit nog verder herleiden? Kunnen we nog door een getal delen? Nou, je denkt misschien, ik kan hier delen door p. Want onder staat een p en boven ook. Maar dat is niet helemaal waar. Je kan alleen maar delen door p als in die 18 ook een p zou staan. En zoals je ziet, dat is niet het geval, hè? Die p staat alleen maar bij 6p en niet bij 18. Dus delen door p, dat kan niet. We zijn nu klaar, je kan dit niet verder herleiden. En dit is dus ons antwoord op deze opgave. Want we hebben het nu geschreven als één breuk. Dus wat hebben we gezien? Bij deze opgave schrijf als één breuk. Dat gaat over keer. Die losse delen, daar zet je weer een eentje onder, zoals we eerder hebben gedaan. Keer betekent boven keer boven, onder keer onder.
Nou, denk aan die haakjes hè, om die P-3, want als er een min of een plus staat, moet je altijd haakjes neerzetten. Ten slotte ga je dat uitwerken. Je werkt die haakjes netjes weg en dan check je, kan ik het nog herleiden? En pas als dat niet meer kan, dan ben je klaar. Handig hè, zo'n uitlegvideo. Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.